Landstede Hemmers TV wordt mede mogelijk gemaakt door Studuo. Mike, hoe is het? Ja, op zich goed. Maar ja, in deze tijden kunnen we natuurlijk een hoop dingen beter. Kom je de tijd een beetje door? Jawel, ik heb genoeg te doen. Ik ben nog met school bezig. Wel bijna klaar, gelukkig. Natuurlijk met Mikkel flink druk en allemaal leuke dingen. En we zijn hier ook nog steeds veel aan het trainen. Maar ja, goed, het is wel. Het is niet waarvoor je basketbalt, dit, zeg maar. Hoe zien die trainingen eruit voor jou op dit moment? Nou, we hebben het hele team opgedeeld in twee groepen. We hebben hier beneden het veld opgedeeld zodat we in twee kleine groepjes kunnen trainen. Dus dan wisselen we eigenlijk stationnetjes af, zodat we aan doelen die we twee weken geleden gesteld hebben, dat we daaraan kunnen werken. Nou, dat doen wij dan bijvoorbeeld in de ochtend en dan is de andere groep boven in de fitness en in de middag wisselen we dat dan om. En dat acht keer per week nog steeds. Dus ja, we blijven wel veel trainen, maar het is wel heel anders natuurlijk. Wat zijn jouw doelen? Ja, ik heb qua scoring en voornamelijk op floaters in de paint en de release tijd van mijn schot te versnellen. Dus dat qua scoring en ik ben ook met Nigel veel aan het trainen op passing. En dan verschillende passes vanuit de dribbel met één hand. En, ja, dus voornamelijk op passing en scoring aan het focussen en boven in de fitness natuurlijk ook fysieke doelen gesteld. Merk je al wat beter wordt? Ja, dat is eigenlijk wel leuk. Je merkt wel, nu je er echt al 2,5 week heel veel tijd in investeert, dat het wel zijn vruchten afwerpt. Ik had het er met Mark over een paar dagen geleden nog. En toen zeiden we ook van ja, het is wel leuk dat je gewoon ziet dat als je er echt veel tijd in stopt, dat je ook ja, iets eruit krijgt. Dus daar is deze tijd dan wel weer goed voor, om aan die individuele dingen te werken. Ik kan me wel voorstellen dat je op het moment dat je eraan begint, dat je denkt van ja, waarvoor ga ik het doen? Nou, wat ik voornamelijk vervelend vind, nog steeds, is dat je natuurlijk niet weet wanneer je weer gaat starten. Want ook in de zomerperiode hebben we natuurlijk ook altijd redelijk lang geen competitie of trainingen. Maar dan werk je toch een beetje weer na het begin van het seizoen toe. En nu probeer je eigenlijk heel erg van dag tot dag te leven en gewoon iedere dag weer het beste eruit te halen. Maar ja, ik moet wel eerlijk bekennen dat ik het wel moeilijk vind soms. Dus ja, toch wel af en toe zo'n dipje of zo van ja, daar gaan we weer. Beetje dat. Ja. Hoe kom je er dan weer uit? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, die dagen zitten er ook in het seizoen wel eens tussen dat je even niet zo lekker gaat. Ja, dus nu, weet je, we hebben wel een leuke groep waarmee we gewoon ook al de hele zomer gefitnessd hebben. Dus we weten elkaar wel een beetje te motiveren iedere keer. Dus de ene dag ben ik bijvoorbeeld wat down of wat lager in mijn energie. En dan halen Devin en Nigel me omhoog en de ander zit een keer andersom. En, ja, dus zo moeten we elkaar wel een beetje blijven pushen. Maar dat gaat tot nu toe wel goed. Dus dat is wel... Ja, tuurlijk. Nee, dat ook. We hebben ook gezegd, het is... ondanks dat het nu heel individueel ingericht is allemaal, moeten we wel proberen zoveel mogelijk ja, connected te blijven met z'n allen. En dat doen we mede door op maandagochtend een soort van teamsessie te doen. Dan verzint Herman iedere keer iets nieuws, ja, waardoor we toch allemaal een beetje ja, blijven nadenken en in gesprek blijven met elkaar. Dus ja, dat is zeker belangrijk, ook nu gewoon elkaar er doorheen slepen wel. Ja. We hopen dat er snel weer gebasketbald wordt. Ja, dat sowieso. Ja, we zullen het even af moeten wachten, de komende maatregelen en hoe het zich ontwikkelt. Maar ik hoop dat we in ieder geval toch na de kerst of zo wel weer aan de slag kunnen. Ja. Landstede Hemmers TV wordt mede mogelijk gemaakt door Studuo.